Dag Stijn, we staan hier in jouw ruimte binnen de tentoonstelling en ik zie hier een aantal van jouw werken staan. Nu algemeen kunnen we misschien zeggen dat je probeert in jouw werk een aantal subtiele verschuivingen aan te brengen binnen de bestaande structuren in de werkelijkheid. Spreek mij tegen als dat niet zo is of kan je daar iets meer uitleg over geven? Het is misschien ook interessant om het werk te bekijken vanuit een invalshoek, waar ik eigenlijk de verwevenheid tussen esthetiek en machtsconstructies probeer te bespelen of bloot te leggen. Mm-hmm. Dus enerzijds is er zeker in mijn werk ook een verlangen naar een esthetische plek, waar een bepaald soort vrijheid uitspreekt. En anderzijds heb je altijd noodzakelijk een soort constructies die dat omringen. En dus maatschappelijke constructies die eigen zijn aan het feit dat we culturele wezens zijn natuurlijk. Mm-hmm. En tegelijkertijd ga ik daar ook altijd wel terug de blik op werpen. Zodat er ook iets bloot komt te liggen van, van de wereld rondom ons en van bepaalde facetten ervan. Mm-hmm. Mm-hmm. Je maakt dat eigenlijk terug zichtbaar aan het publiek, aan de kijker. Ja. Ja. Hier zie ik een aantal tekeningen met het woord assimilation. Kan je daar iets over vertellen? Ja, misschien is dat een interessant werk om ook die verwevenheid tussen esthetiek en machtsconstructie, om daar iets over te zeggen. Assimilation is eigenlijk in de eerste plaats voor mij een tekening die gaat over een lijn of een schriftuur ook. En meestal in de kunst, als een tekenaar of een schilder of een kunstenaar een lijn zet, dan is die lijn heel betekenisgevend. Mm-hmm. Die is eigenlijk door zijn expressie of het gebrek aan expressie gaat hij daar al heel wat met vertellen. En ik probeer eigenlijk het omgekeerd te doen met dat werk. Door zowel door het woord assimilation, wat eigenlijk wil zeggen het opgaan in, maar dat ook in politieke betekenis bijvoorbeeld door bepaalde partijen ooit gebruikt is om te vertellen dat mensen zich moesten aanpassen of opgaan in een bepaalde manier van leven. Een wezen is dat eigenlijk een tekening die een poging doet om echt gewoon lijn te zijn als lijn en geen betekenis te produceren en ook op papier zetten, dus het papier te tonen als papier. Dus eigenlijk bevrijd van eigenlijk die betekenis geven. Maar daarvoor heb ik net die, of moet ik net ook die constructie heel duidelijk aanduiden. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Dus je gaat die onderdelen eigenlijk losmaken van elkaar. Dus het handschrift en het papier, eigenlijk al die onderdelen die normaal één geheel vormen en die je als kijker niet meer van elkaar onderscheidt, worden eigenlijk nu gedeconstrueerd eigenlijk. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is ook echt wel de bedoeling om op die manier echt ook de schoonheid van de materie op zich zichtbaar te maken. Ja. En die niet bezet is door mijn door mijzelf als kunstenaar. Ja. Oké. Je hebt ook een speciale commissie gemaakt voor deze tentoonstelling. Ja. Eigenlijk een aantal ingrepen die doorheen de tentoonstelling te zien zijn, of bijna niet te zien zijn, want ze zijn wel heel subtiel aangebracht. Ja. Vertel daar maar iets. Ja. Dus ik heb gevraagd aan elke kunstenaar die meedoet aan de tentoonstelling, of jij een verkoopprijs van zijn werk, een marktwaarde eigenlijk, wil opgeven. Mm-hmm. En in eerste instantie was het dus de bedoeling dat ik echt vroeg naar een soort galerijprijs. Ja. Maar ik had dan niet verwacht dat ik daar zo weinig rechtstreeks antwoord op kreeg. Er waren eigenlijk maar enkele kunstenaars die heel duidelijk een verkoopwaarde konden aangeven. Ja, okay. De bedoeling was om naast die waarde, dus die economische waarde, er altijd een product aan te koppelen die dezelfde waarde heeft. Dus eigenlijk gaat dat werk voor mij over twee gelijke volumes. Ja. Eigenlijk. Nu, omdat die antwoorden heel divers waren en er eigenlijk een heel grote complexiteit kwam boven te liggen van hoe dat een kunstwerk geweven zit, ook in andere realiteiten, zoals een economische realiteit, heb ik ook die gegevens opgenomen in het werk om er ook die complexiteit bloot te leggen aan de hand van de e-mails of de antwoorden die
ja, de antwoorden die je gekregen hebt van die maar kunstenaar. Maar die zijn wel helemaal onherkenbaar gemaakt. Ja. Dus het krijgt weer een abstract niveau. Ja, ja. Dus de namen van de kunstenaars zijn gewist en de waarden zijn op zich ook inderdaad niet meer leesbaar. Wat voor mij belangrijk is in dat werk, is dat ik eigenlijk probeer enerzijds een buiten aan te brengen. Hè. Dus door die economische realiteit bloot te leggen, ga je ergens buiten de tentoonstelling staan als toeschouwer en krijg je een ander blik op de ding. Maar anderzijds breng ik ook die economische realiteit binnen in de tentoonstelling. En je krijgt daar een soort tussenplaats waaruit je dus weer anders kan kijken naar de ding. En misschien ook een element dat interessant is om er nog iets over te zeggen. Naast dus de labels, waar er een productbeschrijving op staat. Ja, dat is nog nu nog een voorlopig label, maar dus het zal ietsje groter zijn, maar dit is dus het product dat dan gekoppeld wordt aan dit werk. Ja. Ja. Zijn er ook dus een aantal t-shirts gemaakt? In de eerste plaats met de naam van de tentoonstelling vooraan en een product die eraan gekoppeld is. En wat is dan het product voor onze tentoonstelling? Want dat is dan eigenlijk het totale kostenplaatje van Mind the System, Find the Gap. Moet je even denken. Het is een soort... het is een wagen, hè? Het is een wagen, ik weet zeker niet meer het juiste type. Okay. En ben eigenlijk zelfs vergeten welke wagen dat was. Ja. En daarnaast zijn er ook nog een aantal t-shirts die ik eigenlijk weer probeer ook in het economisch circuit te krijgen. En daar staat telkens een kunstenaar en een kunstwerk van de tentoonstelling op. En daarnaast aan de achterkant ook de waarde van de verkoopprijs van de werk. En in de vorm van een product. In de vorm van een product. En dat gaat over dan de kunstenaar die wel heel duidelijk een galerijprijs opgegeven hebben. Ja. Ja. En op die manier breng je dat eigenlijk weer een soort economische realiteit. En op die manier is het ook zichtbaar doorheen de hele tentoonstelling. Doordat de supposten dat zullen dragen. T-shirt, Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.